Hoe vond je het vanavond? Ik vond het erg prettig. Ja, het was een mooi gesprek. De burgemeester was natuurlijk, Hans Verheijen was aanwezig en Agnes Schaap, de wethouder. En daarna hebben we een aantal mensen uit het publiek over het boek gesproken en de inhoud. En ja, ik ben erg tevreden. Want dat was inderdaad ook de discussie met de burgemeester en de wethouder over de organisatie vanaf de overheid. Hè? Aan de andere kant denk ik, hier zit nog een hoop bij voor de mensen zelf. Voor de gewone vrijwilliger thuis, wat hij met zijn buurt gaat doen of hoe hij dat oppakt. En daar waren nog wel leuke vragen over, had ik het idee. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een heel andere mindset, werd er net even genoemd. En daar heb ik ook gezegd, want het is echt een maatschappelijke verandering waar we met elkaar in zitten. Dus het gaat veel verder als alleen maar zorg en welzijn. Dus het gaat ook echt over hoe ben ik als burger aanwezig in de wijk of in de buurt of op mijn werk. En dan verder te kijken als alleen maar je eigen voordeur. Dat is wel echt de uitnodiging. Die zegt, dit is een zorgbijbel. Toen dacht ik van, ho, oma-effect werd er nog bij gezet. Ja, dat klopt. Zij heeft een artikel geschreven. Ze was een van de eerste journalisten die een artikel heeft geschreven over de regionale dagbladen in Noord-Holland over mijn boek. En ik schrok wel even toen ze zei van zorgbijbel, want dat roept iets in mij op alsof ik predik hoe het dan allemaal moet gaan worden. En dat is niet mijn intentie. Om het leuk af te sluiten, heb je nog leuke tips die mensen zouden kunnen doen? Nou, de allerleukste tip is natuurlijk lees mijn boek. En vooral om je weer bewust te worden van wat zou ik nu kunnen bijdragen aan de transities en de veranderingen in de maatschappij. Wat bij mij past, wat ik leuk vind. Ja, ik vond het een erg interessante avond en ook goed om de verdieping te maken. Dus niet alleen over situaties te hebben die schrijnend zijn of die anders kunnen of die al ergens anders heel mooi zijn. Maar juist ook de verbinding te leggen met maatschappelijke ontwikkelingen. En dat het groter is dan een economische crisis of dan leuke ideeën. Maar dat je juist de langere ontwikkeling van ons als maatschappij gaat zien. Wat doen de vrijwilligers er zelf nog mee? Hè? Dat is de volgende stap. En daar werd vanavond ook best wel aandacht aan gezet. Dat vond ik dus wel heel leuk. Ja, en wat ik zelf heel belangrijk vind is dat wij allemaal zelf het gevoel krijgen dat we zelf de regie hebben. En dat het dan ook niet alleen gaat over dat je een ander helpt, maar dat je ook zelf, het werd ook even gezegd, er is vraagverlegenheid. Je durft zelf niet te vragen. Maar ik ben er ook heel erg voor dat je zelf de keuze hebt als mens. En dat als je inderdaad graag alleen liever thuis op de bank zit, dat ook kan, maar dat je ook de mogelijkheid hebt om betekenis voor jezelf te geven aan het leven, maar ook voor een ander. Is dit een beetje het begin van wat we straks in de nieuwe bibliotheek gaan zien? Ja, dit zou ik fantastisch vinden, dat we veel meer ook met elkaar in gesprek gaan rondom informatieve onderwerpen, rondom hot issues, rondom de menselijke dingen. Maar ook rondom verhalen. In december hadden we hier de uitslag van een verhalenwedstrijd die we met centrummanagement georganiseerd hadden. En dan spontaan gaan verhalen voorgelezen worden en dan ga je dat met elkaar bespreken. En dat vind ik de verbinding die je als bibliotheek kan leggen. Op een iets andere manier weer dan hoe het in wijkgebouwen gebeurt of binnen verenigingen.